Deze week van Met Vier in Bed zit er weer op. Maar uiteindelijk kan maar één koppel de winnaar zijn. Wie bemachtigt deze week de gegeerde trofee? Beste nieuwe vrienden, want dat zijn we, dacht ik, toch geworden van de week. Ik wil eens terugblikken op een prachtige, fantastische week. Ik ben er echt van onder de indruk hoe mooi dat Kroatië is. Bedankt voor iedereen, voor al de samenwerking en het echte plezier. Ik zou zeggen, we gaan overgaan naar de moment supreme en de winnaar bekendmaken van Met Vier in Bed. Op de vierde plaats staat Villa Benina. We hebben nu dan wel een vierde plaats, maar eigenlijk zijn we allemaal winnaars. We hebben allemaal vrienden erbij gewonnen. Ja. We hebben een hele leuke week gehad. Ja. Onvergetelijk. Een hele ervaring rijker. Ja. Om nooit te vergeten. Vergeten we nooit meer. Hè? Zullen we eens kijken nu naar de volgende. Op de derde plaats staat... Casa Agua Dolce. Ik vind het logisch. En ik ben ervan overtuigd dat het allemaal niet zoveel maakt, want het is appelen met peren vergelijken. Het is spannend. Nu gaan we echt zien wie dat de winnaar is van dit jaar in Kroatië. Nostromo of Farfelu. En de winnaar met vier in bed is... Nostromo! We zijn ongelooflijk gelukkig en ik denk, ja, Ruud, de tranen staan in zijn ogen, dus... Verdiend, hè? Ja, echt waar. Ja, jullie ook, hè? Het is zeker een verdiende winnaar en ik ga Carla er zeker nog eens mee naartoe pakken. We gaan ongeveer hetzelfde doen en we gaan nu ook eens met de brommerkens nog eens rijden. Ja. Hey. You happy? Ja, yeah, of course, of course. After a long week, we are first. This is result for hard work. Frankie en zijn collega Jaro zijn deze week de trotse winnaars van de Kroatische week van Met Vier in Bed. Zie